je kijkt naar Achter de Schermen. In deze serie gaan we op bezoek bij de managers en medewerkers van de mensen die in de spotlight staan. En vandaag zijn we in Breda, want we gaan op bezoek bij het marketing- en managementteam van Scoopers. Heel veel zin in, ben benieuwd wat de dag gaat brengen. Scoopers is zo'n 10 jaar geleden opgericht door Esther Goos. Dit marketing- en managementbedrijf is de schakel tussen YouTubers en bedrijven. Zij maken dan ook de deals voor een goede samenwerking. Hoe dat in zijn werk gaat, hoor ik vandaag. Hallo. Hey. Hoi, ik ben Robin. Ik ben Stan. Goed dat jullie er zijn. Ja, de oranje-rode loopbaan ligt uit. Ja, ligt al klaar voor jullie. Ja, Esther's kantoor is achterin, dus we kunnen meteen die kant op lopen. Nou, top. Gaan we dat doen? Nou Esther, wat fijn dat we hier mogen zijn vandaag. Kun je me uitleggen wat Scoopers doet? Ja, wij zijn een social media bureau, social media influencers tegenwoordig. Wat wij doen is eigenlijk voor merken en voor influencers samenwerkingen regelen en ook gewoon zorgen dat er campagnes, content, activaties zijn. Tot en met het klantcontact via social media. Oké. Hele mond vol. Ja. Wat is jouw rol dan in dit bedrijf? Ik ben de oprichter van Scoopers, ik ben dat 10 jaar geleden gestart. En mijn rol als CEO tegenwoordig is eigenlijk gewoon eindverantwoordelijk voor het totale bedrijf. Ja. En ik ben meestal bij de grootste klanten betrokken. Jeetje, en 10 jaar geleden ben je begonnen. Kun je daar een beetje over vertellen? Waarom ben je bijvoorbeeld dit bedrijf begonnen? Ja. Ik was echt in een aantal sessies bij congres in Amerika voor het bedrijf waar ik toe werkte. En toen, dat ging over content marketing, over online marketing en social media. Twitter was toen net helemaal hot. Ja, dat greep mij eigenlijk zo dat ik dacht, ja, dit is gewoon super gaaf om hier iets mee te doen. En ik zag daarin ook wel echt ook de toekomst van reclamebureaus. Omdat het gewoon het hele reclamewerk zo veranderde door de komst van social media. Ja. Dat ik dacht, ja, dit is een kans, hier wil ik gewoon mijn werk van maken. Je zag daar eigenlijk al toekomst in. Ja. Ja. Okay. En ben je dan alleen begonnen of had je meteen al een team? Ja, nee, ik ben echt alleen begonnen. Eerst heel veel lezingen, trainingen gegeven over social media. Wat is het überhaupt? De eerste jaren keken heel veel mensen me aan van, ja, waar heb je het over? Ja. Gaandeweg dacht ik van het vertellen aan bedrijven hoe ze het moeten doen. Dat gaf mij ook niet genoeg voldoening. Maar ik merkte ook dat heel veel bedrijven gewoon heel veel moeite mee hadden. Dus toen dacht ik, we kunnen het beter voor ze doen dan dat ik alleen maar vertel hoe het moet. En zo is dat eigenlijk gegroeid. Ja, en nou heb je echt een mega kantoor. Hoeveel mensen werken dan nu? 40 mensen nu. Jeetje, en doe je ook nog die dagelijkse dingen, zeg maar? Merk je dat je daar nog een beetje, weet je wel, inschakelt of zo? Of heb je dat allemaal uit handen gegeven? Ja, gewoon het operationele, het echte normale werk, zeg maar. Ik dacht eigenlijk, zijn werk, dat wordt gewoon door het hele team opgepakt. Dus natuurlijk altijd als je groeit als ondernemer is het ook gewoon de challenge om dingen los te laten en daar betrokken te blijven waar het nodig is. Ja. Dus dat doe ik. Dus er zijn projecten waar ik nog aan meewerk, er zijn influencers waar ik nog mee spreek, er zijn een aantal klanten waar ik nog intensief contact mee heb. Maar er zijn er ook heel veel die ik überhaupt niet weet en eigenlijk ook niet zo heel goed ken. Nee. En hoe komen jullie dan bijvoorbeeld bij de influencers? Dus komen ze hier, benaderen jullie ze, hoe gaat dat? Dus het gaat veel via, maar wij spotten ook veel talent. Wij zijn ook heel actief zelf op zoek naar, hey, wie zijn er nu in de markt aan het groeien? Ja, en waar let je dan op? Dan letten we op of ze echt een doelgroep weten te raken en of ze iets vernieuwends doen, iets doen waar een bepaalde doelgroep heel erg veel waarde aan hecht. En dat kan heel verschillend zijn, hè? Want sommige mensen worden totaal niet aangesproken door de ene creator en wel door de andere. Ja. Het hoeft dus niet te voldoen aan een bepaalde branche, een bepaalde sector. We willen echt zien, ze weten iemand te raken, ze weten een community op te bouwen. En je spot dan talent en dan heb je een gesprek, komt dat uiteindelijk tot een samenwerking. Hoe ziet zo'n deal eruit? Dan sluiten we een contract. We zijn wel exclusief management. Dat betekent wel dat mensen eigenlijk al hun samenwerkingen via ons laten lopen. Ja. Dus dat leggen we vast in afspraken. We zijn daarin heel transparant, heel open. Ik geloof in de lange termijn dat je gewoon ook, als het niet meer werkt, kun je afscheid nemen van elkaar. Maar als het wel werkt, dan kun je elkaar versterken. Ja. Dat leggen we gewoon vast in zowel contractueel als in mondelinge afspraken natuurlijk met elkaar. En wat zijn dan bijvoorbeeld tarieven waar ik aan moet denken? Dat gaat het meeste samenwerken met influencers. Het management is echt gebaseerd op een percentage samenwerking. En dat kan variëren per influencer. Maar eigenlijk houden we best wel vaak een standaard aan. En dat is ook een beetje een marktconforme standaard met een percentage van de 20-25%. Afhankelijk van hoe de samenwerkingen tot stand komen. En waar zie jij jezelf nou over 5 jaar? Ja, wij hebben qua Scoopers heb ik echt grote ambities om verder te groeien. Dus we zijn nu in Nederland denk ik een behoorlijk stevige positie hebben als bureau. En ook als influencer management, we willen dat verder verstevigen.
zorgen dat we daar nog beter zichtbaar zijn en nog meer merken gewoon kunnen helpen, nog meer influencers aan ons binden. En dan wat mij betreft verdere groei internationaal. Met de focus op gewoon binnen Europa in eerste instantie. Mooi, dankjewel. Ja. Nou Sam, we hebben even een gezellig plekje opgezocht om even te praten. Want ik ben namelijk heel benieuwd wat jouw functie is in dit bedrijf. Ja, ik ben influencer, manager en marketeer. Dus aan de ene kant zetten wij grote campagnes uit voor bedrijven. En dan pakken we dus echt het marketingstuk op en koppelen daar influencers aan. Maar aan de andere kant doen we ook een stukje management van influencers. En daar houd ik mezelf de hele dag mee bezig. Wat maakt Scoopers nou een ander management of marketingkantoor dan alle andere? Ja, er zijn er inmiddels heel veel. Ja. Wij onderscheiden ons wel echt omdat we gewoon echt een full service agency zijn. Dus we hebben verschillende aspecten van de marketingwereld zijn wij mee bezig. Dus van social content tot webcare, maar ook social advertising. Dus ook op die vlakken kunnen wij onze influencers helpen. Stel, zij willen bijvoorbeeld een webshop opzetten, kunnen wij daarbij ondersteunen. En een ander punt is dat wij natuurlijk vanuit de andere rol, dus van echt vanuit de marketingkant van Scoopers zijn we heel veel in gesprek met bedrijven. En zodra daar het woordje influencers wordt genoemd, kunnen wij als team daar ook weer opspringen, bij wijze van spreken. En kunnen we daar weer kijken of er mooie samenwerking moet zijn. Schrijven, ja. Ja, dus dan hebben we vanuit alle hoeken hebben we wel expertise intern zitten. Dus ook bij een influencer samenwerken. Als zij ineens zeggen van hey, we willen ook iets doen met social advertising, daar hebben wij ook de experts voor in huis. Dus we kunnen eigenlijk alles binnen één stop doen. Kunnen ze je altijd bellen? Zeker weten. Ja, dag en nacht, weekenden, vakanties. Ja, hoe vind je dan die balans tussen werk en privé? Ja, dat is een lastige. Nou, het is eigenlijk meer dat mijn werk is eigenlijk ook wel echt mijn passie. Dus ook voordat ik in dit vak zat, keek ik al heel veel influencers. Was ik heel veel bezig met social content. Dus eigenlijk werk en privé is gewoon een overlap. En vind ik het dus ook niet erg als ik een keer om 10 uur 's avonds nog een call moet hebben. Of op mijn zaterdagmiddag nog even snel iets moet regelen. Want het stopt nooit. Nee. Dus iedereen is altijd online. Dus je bent er eigenlijk altijd al mee bezig. Hoe ziet een dag er voor jou uit? Eigenlijk is geen dag hetzelfde. Ik ben continu in gesprek met bedrijven, onderhandelingen, contracten. Maar ook op creatief vlak ondersteunen. Per kwartaal hebben we ook met elke influencer een kwartaalmeeting om eigenlijk terug te blikken van oké, wat hebben we het afgelopen kwartaal gedaan, maar vooral ook wat kan er het volgende kwartaal beter of hoe kunnen we het nog beter doen. Vanmiddag heb ik bijvoorbeeld een meeting bij Glow Movies, een van onze influencers. Ook een kwartaalmeeting, maar zij zijn ook bezig met opnames, voorbereidende werkzaamheden voor een grote deal die eraan zit te komen. Dus daar ga ik naartoe. Ja, wij gaan mee. Ja, superleuk. Ik ben dus aangekomen bij het huis van de jongens van Glow Movies. Ik sta op het punt om de tuin te betreden en ik ben heel benieuwd wat ze nou weer hebben gemaakt. Dus we gaan het zien. Dit is heel gevaarlijk. Hallo? Een huge tuin. Ik zie het. Hallo mannen. Hallo. Wat een mega tuin is dit, zeg. Ja, dat kun je wel zeggen. Even, waar ben ik beland? Ik ben Robin. Ik ben Rick. En ik ben Jesper. Hallo. Leuk jullie te ontmoeten, zeg. Ja, leuk. Waar staan we? Ja, dit is ons vakantiepark dat we aan het bouwen zijn. Jeetje zeg. Ja. En in hoe lang is dit nu gebouwd? We zijn nu anderhalve week bezig. Oh mijn god. En dan maken jullie video's over hoe je bezig bent met bouwen. Hoe we dit maken. Noem eens wat op wat jullie hebben gedaan. We hebben een waterpark gebouwd, een villa van hout. Een achtbaan, het grootste bed ter wereld. Ik ben wel heel benieuwd hoe het nou is gestart, zeg maar. Hoe zijn jullie begonnen? 6 jaar geleden begonnen op Instagram. Toen maakten we zo'n korte video's en toen daarna zijn we begonnen op YouTube. En dat is zo steeds meer aan het groeien gegaan. En wanneer is het dan, zeg maar, dit concept geworden? Ik denk 1 jaar geleden zoiets begonnen. Oké. Okay. Ja, met het bouwen. En toen werd het mega succesvol, sky high alles. En toen ging de lijn omhoog. Ja? En nou ja, 6 jaar geleden vind ik best wel lang, want je hebt een aanloop van 5 jaar en dan 1 jaar nu echt aan de top. Hoe is het dat waard geweest? Ja, zeker. Ja. Dus we hebben ook weergaves gehad waarvan je denkt van ja, doe het nou allemaal daarvoor. Maar dat is gewoon doorzetten en dan nu staan we hier. En nu hebben jullie wanneer hebben jullie management? Is dat ook sinds 1 jaar? Sinds een half jaar. Ja, sinds een half jaar. Ja. Nou, dat is Stan. Ja. Die hebben we gesproken. Stan is onze manager, ja. Ja, hoe voelt het nou om een manager te hebben dan? Ja, dat is fijn. Je hebt gewoon de tijd. De tijd die we eigenlijk zelf in de mailtjes, mailtjes beantwoorden even. Dat kost ook allemaal tijd voor ons. Ja. En dat wordt nu allemaal voor ons gedaan. Jeetje. En in die tijd kunnen wij wel video's maken. En zijn jullie blij met hem? Stiekem wel een beetje. Stiekem wel, ja. Hij luistert niet mee, hoor. Dus je mag gewoon zeggen wat je van hem vindt.
Ja, Stan heeft er gewoon een stuk meer verstand van, zeg maar. En heeft ook veel meer ervaring in het beantwoorden van mailtjes en contact leggen met bedrijven. Ja, ja, gewoon dus het zakelijke doet hij en jullie krijgen hier de vrijheid om whatever te bouwen wat je wil in de achtertuin. Ja. Nou ja, je zei het net al, helpen. Ja, ik ben nu toch hier, dus laat ik me dan maar nuttig maken, toch? En wat heeft de toekomst nou nog voor jullie in petto? Wat zijn de wensen? We willen eigenlijk altijd steeds groter doen. Ja? Ja, ja, dus projecten steeds groter. Dus is een heel dorp al. Ja. Oh wow, ik zit serieus te denken aan een stad of zo. Maar allemaal hier of willen jullie ook nog groter qua locatie? Ja, ik denk dat dit eigenlijk ooit een keer te klein gaat worden. Ja. Detail. Vond je dit nou ook heel leuk? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. En wil je tips over ondernemen? Kijk op kvk.nl of bel het gratis KVK-adviesteam op 0800 2117. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!